dat was lekker om eventjes te dutten. Maar waar ben ik eigenlijk? Die vervelende baard. Hoe lang heb ik eigenlijk liggen slapen? Ik zou best willen weten welke dag het vandaag is en welk jaar. Het staat stil. Ik ben wel vooruit. 2023. Wat gek, dat is het jaar van ons vertrek. Nou ja, goed. Laat ik maar eens gaan kijken. Allang zorg ik hier voor alles. Ik zou ook best eens willen rusten. Ja hoor, dat mag je. Later. Ik heb al zo lang niet meer geslapen. Zo lang. Daar zeg je wat. Hoe lang eigenlijk niet? Dat kan ik niet uitrekenen hoor. Na 100 jaar sta ik weer op nul. Dus meer dan 100 jaar. Zo, zo. Heb je misschien enig idee van de rest? Eeuwen en eeuwen. Zo ongeveer 1000 jaar. Denk je dat dat zou kunnen? Waarom niet? Ach, jij ook. Altijd overdrijven om dik te doen. Kom op, zeg, aan het werk. Wat een vak ook, boordcomputer. Andromeda. Al zo dichtbij, maar dan komen we aan. Hoera! Maar dan is het de hoogste tijd om de anderen te gaan wekken. Ach, die jonkies toch. Wat hebben ze een behoefte aan slaap. Voorzichtig nu. Eerst maar wat eten. Eens kijken wat er op het menu staat. Ik voel me lege maag. En ik heb dorst ook. Eens kijken. Vlees. Groente. Vis. Dat is lichte kost. Oh, nou vergat ik bijna het fruit nog. Vitamine. Dat is gezond. Het laatste punt van onze baan leidt naar, eens even kijken, naar de Melkweg. Eindelijk uitgeslapen? Zeg, weten jullie dat we er al bijna zijn? Huh? Ja, jongens, we naderen. We zijn er al bijna. Wacht eens even, ik moet eerst even mijn berekeningen maken. We hebben ongeveer 27.800 lichtjaren afgelegd. Ja, dat zal wel, maar in hoeveel tijd? Je hebt daar een hele goede vraag gesteld. Wacht eens. De boordklok is stil blijven staan in ons vertrekjaar. Om de reistijd te weten moeten we de afstand delen door de relatieve tijdsverdraaiing, aangewezen door een onberekenbare factor. Maar jij bent de navigator. Kijk dit eens eventjes na. En jij, controleer jij de instrumenten, die hebben we hard nodig. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het lijkt wel of we gisteren pas zijn gaan slapen. Ja, zo voel ik het ook. Zeg jongens, denk aan de roem die je wacht, dat maakt je wel wakker. We zijn de eerste ontdekkers van het binnenste van de kosmos. De eerste in de geschiedenis van de mens. Wij zetten als eerste voet op onontdekte planeten. Ja, deze voet. Denk eens aan de vreemde aparte wezens die wij zullen ontdekken. Misschien kunnen ze wel elke vorm aannemen die ze willen. Normaal of buiten proporties. Vijandig of vriendelijk. Kijk eens naar het radarscherm. Hier ruimtepolitie Omega. Dit is luitenant Pietertje. Zeg ons wie u bent. Geef antwoord. Zeg ons wie u bent. De radio, zet de radio aan.
geef onmiddellijk antwoord. Hier ruimteschip Regio, basis Aarde, verkenningsvlucht Melkweg. Wilt u dat herhalen? Ruimteschip Regio, onze basis is Aarde, Melkweg verkenningsvlucht. Zijn ze doof, die buitenaardse? Kijk nou eens, een bewoonde wereld, zie je dat? Wat een techniek. Heb je die toestellen gezien? Zo te zien lijkt het wel op mensenwerk. Ja hoor, ik zie ze zwaaien. Het zijn inderdaad mensen. Planeet Omega heet jullie moedige ruimtepioniers welkom. Ons ereconvooi zal u naar het landingsgebied leiden. Zie je die stad? Bijzonder, hè? Verbazend, inderdaad, ja. Dat ziet er fantastisch uit. Volg nauwgezet onze landingsinstructies op. President van het bondgenootschap Omega. Wat? Heet ik jullie van ganse harte welkom. Hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden en uw buitengewone prettige ontvangst, presidenten. Ach, mevrouw, ik ben wat overweldigd. Ik ben werkelijk verbaasd, echt verbaasd. Ik dacht hier onbeschaafde lieden te zullen vinden, maar pardon, vergeeft u mij. Maar een soort supermens helemaal hier, dat is werkelijk een verrassing. Ik sta werkelijk versteld. Met alle respect, wij zijn aardbewoners. Aardbewoners? Van oudsher, hier gevestigd sinds eeuwen. Maar laten we het over u hebben. U verliet de aarde in 2023. Dat heb ik toch goed begrepen? Terwijl u sliep, is de techniek enorm vooruit gegaan. De ruimteschepen werden groter en groter. 2 eeuwen later, even na de intercontinentale oorlog, kon men zo heen en weer naar een melkweg. Kijk, als u nu terug zou willen, dan zou dat al in 6 tot 8 dagen mogelijk zijn. Hoe lang deden wij erover? U bent zo'n 1000 jaar onderweg geweest. Fantastisch, hè? Fantastisch. Het is niet te geloven. Uw radioinstallatie had niet voldoende bereik en de aarde was volgens de gegevens uit die tijd, die we tientallen jaren na uw vertrek inkeken, steeds zonder nieuws van u. Men beschouwde u dus als verloren en wist daarna niet meer wat men moest doen. Beschouwde ons als verloren? Ja, soms ontvingen wij de radar-echo van een bewegend lichaam. Erg ver, maar erg zwak, gezien uw grootte. Er zijn vele UFO's in de ruimte, niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen. Ja, natuurlijk, ja. Wij hebben de aarde en de andere planeten van de bond verteld van uw heldendaad. En u zult de helden van de bewoonde werelden zijn. U bent erg moe, gaat u toch wat rusten. Morgen zullen wij u aan de raad voorstellen, zodat u kunt kennismaken. Het is werkelijk een onvergetelijke ervaring voor ons geweest. Voor het eerst kon de mens 1000 jaar geschiedenis en vooruitgang aan de lijve ondervinden. Ik ben blij en trots die mens te zijn. Wat zei ik? Die mens. Oh ja, gezien de geleidelijke ontwikkeling van de mens, dementia en andere soorten natuurlijk, mogen wij hopen op een wijze en vreedzame houding. Maar laat ik niet al te ver doordraven. Uitzonderingen bevestigen de regel.
heb ik die twee toch meer gezien. Maar wat ik ook weer zeggen wou... dat is zeer belangrijk. Ik was even van mijn apropos af. Ik heb iets meegebracht van de aardbewoners. In deze dozen zit hun kennis, cultuur en hun vergevorderde techniek. Werkelijk alle geheimen van de mens heb ik hier. Een grote schat waar ik trots op ben en waarover ik goed waak. En nu zijn wij aan de beurt. Jullie hebben zeker wel een apparaat om deze documenten te ontcijferen. Zodra u daarmee klaar bent, zien we elkaar weer. Ik bedank u allen voor uw onthaal en uw aandacht. Bravo, professor. Mijn complimenten. Kom maar met die bandjes. Ja, goed. Dat is waar ook. Waar zijn mijn cassettes? Waar zijn mijn bandjes? Waar zijn die gebleven? Geef ze terug. Houd de dief. Mijn cassettes. Waar heb ik ze gelaten? Hier. Ik ben ze kwijt. De chef zal tevreden zijn. Is het gelukt? Ja, maar is prima. We hebben ze. Die daar, waar gebruik je die voor? Dat is niet zomaar iemand, dat is een geleerde. Oh, neem me niet kwalijk, sorry hoor. En zoals u zelf kunt zien, een man met karakter. Met een ander woord noemen wij dit imitatie. Zeg, jonge vriend, ga met me mee naar de aarde. Ze zouden je daar graag eens willen bestuderen. En daar dan een voorstelling geven voor die oermensen, die kannibalen, dat zie ik heus niet zitten. Genoeg, metro. Hou nou je mond maar. 40 generaties zijn inmiddels op de aarde geweest sinds mijn vertrek. Het is bijna niet te geloven. Begrijpelijk. Toen u vertrok waren er nog heel wat problemen op te lossen, onder andere met jullie ruimteschepen. Jullie ruimteschepen waren nog lang niet volmaakt en perfect. Geleerde berekeningen waren nodig onder andere om vast te stellen wanneer en waar de planeten zich in de ruimte bevonden en hoe ze omzeild moesten worden. Nu zitten we al in de prehistorie. Onze schepen hebben geen problemen meer met de aantrekkingskracht. De voortstuwing gaf ons ook problemen, hoewel onze ionenmotor als zeer betrouwbaar bekend stond. In het jaar 2183... 160 jaar na uw vertrek begon de ruimteoorlog. Ze vernielden de aarde, maar de kennis van de kosmos groeide gestadig. We konden bijna zo snel als het licht. Dat geeft geweldige mogelijkheden. Je kunt je op ieder moment, waar dan ook, in het heelal bevinden. Dat is heel erg interessant. Maar zeg, krijg je dan geen problemen met de tijd? En raak je niet je identiteit kwijt? Verdwijnt die dan niet voor eeuwig en altijd met die manier van reizen in de oneindige ruimte? Ik bedoel, ontstaan hierdoor niet ontzettend veel problemen? Goed bedacht voor een prehistorisch mens. Hou jij je mond, metro. Dat is juist, ja, maar het is bijna opgelost. Ik weet op het ogenblik nog niet precies hoe ik de reizigers na zo'n ruimtereis dan weer tastbaar moet maken. En vooral, hoe moeten ze terugkomen? Als we nog eens in zo'n reis slagen, dan zijn er geen 40 generaties nodig om terug te komen, maar 40.000 of een miljoen jaren. Begrijp je dat? Hier zie je de beweging van alle schepen die de Melkweg kruisen. Het scherm volgt hun traject. En er is niets dat u ontgaat? Nee. Toch één keer is dat wel gebeurd. Vertelt u dat eens? Ja, daar zijn jullie gidsen. Volg hen en dan weet je meer over Omega.
Onze voorraad mineralen. Ze komen van naburige kolonies. Dat is interessant, hoor. Zo'n reis daarheen zou voor u te lang zijn. We gaan nu de omgeving een beetje verkennen, als u dat zou willen tenminste. Ja, heel graag. Telescoop uit. Schakel het scherm in. Moet je daar eens even kijken? Hm? Wat is dat daar? 52 robotten en 2 mensen die mineralen delven. Die planeetjes zijn resten van een uit elkaar gespatte planeet. De streek is rijk aan mineralen, zoals u kunt zien. Hier, luitenant Pietertje. Alles goed? Hier, monteur Paul. Prima, luitenant. Niets te melden. Heel erg interessant, hoor. Prachtig. En wat is dat daar, Gins? Leg jij dat allemaal maar eens even uit aan onze vriend. Het zijn tanks, bestemd voor het vervoer van waterstof, waarvan er een hoop in de ruimte zit. Gemengd met het stof van vroegere sterrexplosies, condenseren ze en vormen nieuwe sterren. Dit duurt duizenden eeuwen. Die tanks nemen waterstof op, verzamelen het en bergen het op tot het gebruikt kan worden. Het lijkt zo eenvoudig en toch is het erg ingewikkeld als je het zo bekijkt. Denk niet dat het zo gemakkelijk was. Er zijn veel ongelukken mee gebeurd. De tanks kwamen te hard in aanraking met de gasmassa's en alles ontplofte. Nu hebben we het onder controle. We gaan nu naar een belangrijk mineraalstation. Bij ons op aarde? In mijn tijd dan waren er niet genoeg mineralen meer om te smelten. Aan het eind van de 20e eeuw maakten ze alles op. Men ging steeds meer auto's maken. En toen probeerden ze een tijdje de autokerkhoven en de schroothoven op te ruimen. Daar kwam ook een einde aan. En toen was het werkelijk hopeloos. Treurt u mij niet. Dit is een oplossing voor de toekomst. Indrukwekkend. De machines delven die mineralen en bewerken dit meteen. En het gaat zo in de containers. Hier, luitenant Pietertje. Alles goed bij jullie? Hier, hoofdingenieur Robert. Alles goed, luitenant, maar... Wat is er? De laatste mineraaltrein is al 4 uur geleden vertrokken. We wachten al 2 uur op een vliegrapport. Hij had al lang aangekomen moeten zijn. Ziet u, dit is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Misschien hebben ze pech met de zenders. Dat denken wij, luitenant, maar... Allemaal tegelijk lijkt me vreemd. Ik neem contact op met Omega. Houd ons van alles op de hoogte. Natuurlijk. Bedankt, luitenant. 4 uren. Gaan we buiten het heelal, dan gaan we ze voorbij. Blijven we echter hier, dan halen we ze in 7 uur in. Als uw richting tenminste goed is. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans wordt dat ze in een uithoek van de kosmos verdwijnen. Ik heb een vaag idee welke richting ze uit zijn. Ik ook, dezelfde denk ik. Als we op de seconde af onze snelheid berekenen, dan zouden we een poging kunnen wagen. Probeer het, Pietertje. Wat denkt u van een trip in de hyperruimte? Een klein sprongetje maar. Haha, waarom niet? Dat is weer eens wat anders. Dat wil ik graag meemaken. Ga je gang maar. Opgelet, tegendrukbescherming klaar. Kijk daar! De trein! Pas op! Daar komt iets aan! Daar! Oh, lieve help! Ze hebben hun vlucht gedekt door een groot magnetisch mijnenveld. Ons beschermschild stond niet aan. Controleer alles. Maak contact met Omega. Centrale computer, oké. Voortdrijving, oké. Zwaartekracht, oké.
Richting oké. Radarscherm buiten werking. Klein lek in het systeem. Hier controle Omega. Rebel, we luisteren. Hier luitenant Pietertje. We haalden zojuist de verdwenen trein in. Die trein die weg is van basis HX-41. Maar we liepen op een mijn en kunnen dit niet te pakken krijgen. Zullen we schieten en hem vernietigen? Hier, commandant Dikke. Niet schieten, Pietertje. Die trein is erg belangrijk. Ik stuur een eskade naar ze toe. Kunnen jullie alles repareren? We proberen het, commandant. Hoe is de cabine overdruk? Maximum overdruk. Dat gaat wel. Niet te lang. Periscoop uitgezet. Kijk eens. Jammer dat Metro er niet is. Die had dat mooi kunnen maken. Nou, ik zal het nu doen. Blijf radiocontact houden. Ik ben buiten. Het gaat uitstekend. De reparatie lukt prima. We ontvangen je, Pietertje. Haast je, wil je? De reparatie is bijna klaar. De resten van de oude plaat gaan er moeilijk af. Niet doen, Pietertje. Het gaat zo wel. Voorzichtig. Pietertje, Pietertje, geef antwoord. Wat is er gebeurd? Hij is verloren. Wat kunnen we voor hem doen? Wacht even, misschien is er een kans. Pietertje, waar ben je? Hoor me. Pietertje, antwoord me. Zeg wat. Luister naar me. Ja, ik hoor je. Ja, ik hoor je. Oh. Ga door met praten, Pietertje. Dan weet ik waar je bent. Spreek, ik kom. Spreek. Ga door, stop niet. Ja. Stop niet. Ja, Psy. Ik hoor je. Ik zie het schip. Ik stuur het naar je toe. Ik zal nu een manoeuvre maken waardoor je het schip binnen kunt komen. Oh, wat fijn om die oude kast weer te zien. Alles is voorbij, gelukkig. Dus uw besluit staat vast? Ja, mevrouw, ik keer maar weer naar de aarde terug. De anderen blijven liever, maar ik geef eerlijk toe dat het hier wat te vlug gaat voor mij. Maar daar is ook alles veranderd. Zeker, zeker. Maar er zal toch heus nog wel iets ouds overgebleven zijn, denk ik. Geen nieuws van de trein, die is gevlogen. Nou moeten we iets doen. Tegen wie moeten we wat doen? Heb je geen idee? Ik heb altijd vermoedens genoeg, dat weet je wel. Ik zal de generale staf weer inroepen om te praten. Is die trein dan zo belangrijk? Jazeker. Hij vervoert zeer belangrijke mineralen. Er raken hier heel veel dingen zoek, hè? Ja. Velen van ons denken dat er te veel kwijtraakt. Ik zal u een keertje komen opzoeken. Op de aarde? Dat beloven we. Dag, vriend van het jaar 2000. We houden contact.